Welkom terug, boys. Lang geleden. Ja, hallo. Alles goed? Ça va met u? Ja, ça va, ça va. Het is veel te lang geleden, hè? Veel te lang, man. Hopelijk gaan we niet weer stoppen en gaan we verder doen, hè? We gaan zien. Nee, dat is toch wel de bedoeling, denk ik, om terug wat verder te doen. Ja. Welkom, beste kijkers en luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Langs de Zijlijn, een voetbalpodcast vanuit Gent. Vandaag gaan we het vooral hebben over het interlandvoetbal. En vooruitblikken naar de heropstart van de Europese voetbalcompetities. Welkom Elias, Jordi en Bryce. Dank u wel. Welkom Vincent. Misschien direct beginnen met het nieuws dat de laatste maanden het belangrijkste was. En dat was dat de Rode Duivels na het WK in Qatar op zoek moesten naar een nieuwe bondscoach. En het is Tedesco geworden. Ik denk misschien voor de buitenwereld een niet zo bekende naam. Dus ik zal even een kort profiel van Tedesco schetsen. Hij is 37 jaar, dus ja, eigenlijk nog super jong voor een bondscoach. Een Italiaanse Duitser. En hij heeft nog maar 6 jaar zijn trainersdiploma. Dus dat is helemaal niet lang. Zijn beste resultaat was bij Leipzig, waar hij de beker won. Wat was jullie eerste reactie na de aanstelling van de nieuwe bondscoach? Hoe oud is hij? 37. Martinez, zou hem nog kunnen oproepen. Hij heeft dat zo voorbereid daarvoor. Dat is niet waar. Nee, maar wat was jullie eerste reactie na de aanstelling van de nieuwe bondscoach? Ik vond het wel show. Ook al wist ik niet wat hij heeft gedaan ooit. Ik vond het wel show naam. Ja, nee, show is dat niet. Ja. Je zou denken, je gaat altijd verschieten toch? Je denkt, dit is gewoon, hoezo? Omdat ze zeiden op voorhand van ja, we willen een winnaarstype. Iemand, een buitenlander van toptrainer, topploeg of zo. Maar ja, dan komen ze met hem uit. Ik weet, hij heeft nog niet zoveel bewezen, vind ik. Dus ja, maar bij zijn eerste wedstrijd vond ik wel. Was er iemand die hem al kende op voorhand? Nee. Dat wel, ik kende hem van Leipzig gewoon. Maar ik wist niet hoe hij speelde. Of... Het is nog een jonge coach. Heeft dat voor- en nadelen volgens jullie? Ja, ik weet niet of dat echt een voor- of nadeel heeft. Ik denk dat leiderschap en. Dat er niet echt iets met leeftijd te maken heeft. Ik denk als hij gewoon met een duidelijke structuur komt van hoe hij wil spelen en hoe dat hij overbrengt naar de spelers, dat dat gewoon belangrijk is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar William Still, die is 28 en doet ook supergoed in de league. Dus. Het enige misschien gewoon dat hij iets minder ervaring heeft of niet weet hoe het is om op een WK of EK te coachen. Maar je waren weer de andere bondscoaches die zo gezegd konden wat beter Bos. Peter Bos, ja. Wie was dat nog? Hadden ze naar België gekeken of sowieso buitenlanders? Ik denk dat die Predom ook hebben gepolst, maar ja, die wonen niet. Of technisch, ja. En Van Gaal hadden ze ook een beetje gewoon in de gaten houden. En Conte, maar dat is te duur. En die zat toen ook bij Tottenham? De Harry, de Harry ook misschien. Ja, Thierry Henry. Maar wat de spelers vooral. Ja. Ze hadden Predom als technisch directeur, dat is nu Frank Verkouteren geworden. Ja. De ideale man daarvoor? Of? Ja, ik had gelezen wat iemand die Belg is als technisch directeur en die de Pro League ook goed kent en zo. En hij lijkt me wel de gepaste persoon. Ja, hij heeft ook genoeg bewezen als trainer. Ja, sowieso. Dus heeft de Bruyne mee groot gemaakt. Ja. Het is ook denk ik wel gemakkelijk met iemand die, zoals Elias zei, van iemand die Belgisch is, die Frans, Nederlands eigenlijk perfect kan. Die communicatie echt naar alle vlakken van de jeugd tot en met de eerste ploeg als gaat kunnen overbrengen naar iedereen op een duidelijke manier. Dus ik vind het wel een goede aanstelling. Ja. En wat is volgens jullie Tedesco echt zijn belangrijkste opdracht? Nu, hij begint eigenlijk van nul. Winnen, nou, broer. Meer moet je niet doen, hè. Winnen. Nou, een team creëren. Ook al met jonge spelers of met de oudere spelers één team maken. Ja, wat doorselecteren, de juiste balans vinden van ervaring en jeugdig talent. Hij heeft alles iets beter doorgeselecteerd dan de vorige coach. Ja, dat wel. Dus als rechter kun je op dat gebied niet doen. Dat is dus niet meer binnen om bastards. Oké, dat is een perfecte opstap naar de bespreking van de eerste selectie van Tedesco. Hadden jullie, voordat hij dan die selectie had bekendgemaakt, heel veel nieuwe namen verwacht? Zelf, persoonlijk? Ik weet niet, ik wist niet wat ik moest verwachten, want ik wist niet of hij hetzelfde als Martinez ging doen of anders ging doen. Maar op zich... Het enige wat opvalt is wel, het is een kleine selectie. Ja, dat vind ik. 20 veldspelers. Van waar die keuze? Is 20 veldspelers? Ja, 20 veldspelers. Zonder keepers. 4 keepers. Ah, oké, zo. Ik weet niet, op zich is dat misschien beter om
met een kleinere groep te werken, want je gaat sowieso spelers erbij halen die je waarschijnlijk niet eens gaat spelen. Dus. Ik had zo gelezen dat eigenlijk een beetje op te pikken van spelers die weinig gaan spelen, om eigenlijk de spelers zo in hun hoofd al klaar te stomen van jullie gaan wel speelminuten krijgen omdat we met zo weinig zijn. Hij heeft letterlijk gezegd, ik wil spelers het gevoel geven dat ze veel kunnen spelen. Nee, dat is iets logisch eigenlijk. Hè. Wel een goede tactiek eigenlijk, want als je... Je moet die mensen plezier over zo en erbij halen die toch niks gaan spelen. Er is toch ook een land die daar echt heel weinig spelers mee pakte. Was dat Spanje niet op 2K die zo heel kleine kern had? Was iemand ook een... twee mindere gewoon. Of Frankrijk had een hele kleine kern, omdat de show ook zei, ik ga er geen man... Dat ze het zeiden van Benzema er toch nog bijpakken of niet, maar... Ja. Ik kon nog vervangers oproepen, maar je hebt het niet gedaan. Ik snap het wel, want inderdaad, ik denk dat bijna elke speler, zeker omdat ze nu ook nog een oefenmatch spelen, wel weet van, ik ga wel iets spelen. Je hebt er al 11 op het veld staan en dan heb je eigenlijk nog maar 9 veldspelers. Je hebt ook geen 25 spelers nodig voor 2 matchen. Hè. Het is ook echt midden in de clubcompetities, die zijn er ook wel mee bezig. Ja, sowieso. Ik denk dat er spelers zijn die de clubcompetitie nu op dit moment belangrijker vinden dan dat Interland. Zoals Courtois bijvoorbeeld, die niet speelt tegen Duitsland. Het... alleropvallendste was geen Axel Witsel en geen Dries Mertens misschien. Dat toont wel aan dat hij durft keuzes maken. Hè. Ja, het is ook geen ramp dat die niet zijn opgeroepen, denk ik. Van Witsel was ik zo wel een beetje van, oh, Witsel. Ja, dat wel... Omdat hij er toch bijna altijd bij is. Als je ziet hoe en door wie hij wordt vervangen, dan kunnen we het niet klagen. Want Nana doet dat heel goed. Voor de komende 10, 15 jaar moet hij onze guy worden. En dan Lavia en zo. En Lavia is ook nog erbij. Dus ja, Witsel... voor mij hoeft hij niet meer terug te komen. Want bij Martinez was Witsel, denk ik, bijna altijd de eerste, op de eerste man op plat. Hè. Ja. Dus ik denk, dat moet wel geen makkelijk telefoontje geweest zijn. Ja, oké, okay, maar als je ziet welk WK dat hij heeft gespeeld, ja, dan denk je ook van, dat is niet meer de Witsel van vroeger. Mm. En je betere opties zijn nu, Onana en Lavia zijn beter dan Witsel op dit moment. Als we de volledige selectie bekijken, geen Witsel, Van Aken, Tielemans, omdat hij geblesseerd is, Den Donker of Mertens. En ook veel meer jeugd. Hè. We willen daar naartoe echt een nieuwe generatie creëren? Bah ja, waarom niet? Ja. Dat is de bedoeling. Hè. Je kan blijven vasthouden aan die oude waardes, maar dan krijg je die nieuwe waardes. Ik denk dat ook wel ons probleem was, als je dan de eerste match, om al een beetje in te pikken op de match van Zweden, wat ons probleem was snelheid op de flanken. En dat wel een beetje opgelost is en ook individuele acties. Dat je wel van die jongheid moet komen om die durf te hebben. Moet je ook wel een soort van vertrouwen hebben van de coach om die durf te hebben ook. Maar ik denk wel dat het een goede optie is om je jeugd. Als je kijkt naar die 3 matchen dat we zijn uitgeschakeld op de grote toernooi tegen Frankrijk, tegen Italië en tegen Kroatië. Op het moment dat er daar jeugdigheid in viel, werden we gevaarlijker. En ja, dan is het belangrijk dat je de jeugd veel meer kansen geeft. Dan wordt het gewoon ook gevaarlijker qua acties langs de flanken en zo. En die kunnen een match openbreken in 5 minuten. Die durven ook veel meer. Ja, maar als je kijkt naar dat doek, we zijn gevallen tegen Italië op TK en tegen Kroatië. Ja, dat was... Ook wat ik daar zo'n beetje het gevoel mee heb van, de tegenstander weet zo niet hoe goed dat die eigenlijk is. Als je dan Bakayoko gaat kijken, denk zo niet dat mensen in Zweden echt zo, misschien is zijn naam daar wel eens gevallen, maar niet echt weten van dat is zo iemand of die gaat dat doen of dat. Iedereen kent De Bruyne, Courtois, Lukaku, die ken je allemaal. Je weet hoe dat die speelt, maar bijvoorbeeld een Bakayoko, een Luke Bakio, die weten niet echt precies wie dat is. Of. Nee, dat is waar. Bij KRC Genk waren ze misschien iets minder tevreden met de selectie. Ja. Geen Trezor en Heine. Wat hebben jullie daarop te zeggen? Vonden jullie dat één van die twee het Ze verdienen allebei wel een plaats, maar als je die voor Trezor... Trossard staat er al, Carrasco staat er al. Ik zie Trezor in die 4-4-2 niet de linkerflank. En misschien daarom ook... Hij heeft maar 20 veldspelers. Hij kon evengoed Trezor erbij gepakt hebben om 2 keer op de bank te zitten. Ja, daarom. Meunier is niet zo aan een goede periode bezig. Ik zou die dan hebben thuis gelaten en dan toch die kans aan Trezor hebben gegeven. Als je Trezor zijn stats bekijkt. Maar nee, want... is meer verdedigend. Ja, dat weet ik. Praat dan. Maar Praat ga je toch niet rechts aan? Praat is toch nee, niet maar voor Heijnen. Hè? Is Praat niet uitgevallen nu tegen Duitsland ook? Ja, dat kan. Dat kan je wel doen, ja. Je kan Heijnen wel in de plaats van Praat doen. Maar je moet denk ik Meunier wel minimaal, want ik. Allee, als ik nu stel, denk andere rechtsachters. Ja, oké, okay, maar... Ik pak Meunier boven Sique. Fouquet. Fouquet misschien. Ja. Fouquet is wel goed bezig. Matthijs Samuazen voor de Buffalo's. Want Meunier, die zit bij de B-ploeg van Dortmund. Ja, hij heeft dat zelf gevraagd. Dat is toch wel straf. Ja, stel, ik vind dat zo'n beetje,
gaat hij mee kunnen? Ik weet dat niet. Ja, ik weet niet. Als hij met Beekern of met me? Nee, als hij invalt. Als hij invalt nu bijvoorbeeld. Ik denk dat hij wel gewoon fysiek nog in orde is, maar... Want tweede klasse, of is dat derde klasse? Derde klasse. Ah, derde. Maar was hij Duitsland altijd wel fysiek? Ja, maar derde klasse Duitsland. Ik weet niet dus hoe dat het niveau is. Ruiz is nog aan het slapen. Beetje. Oké, maar dus algemeen wel een goede selectie van Tedesco. Ja. Oké. Dan hadden ze, wanneer was het? Vrijdag hun eerste kwalificatiematch tegen Zweden. 0-3 overwinning, 3 keer Lukaku. Wat vonden jullie van de wedstrijd op zich? Het was niet geweldig of zo, maar we hebben ons ding gedaan. We hebben gewonnen, we hebben de 0 gehouden. Lukaku heeft 3 keer gescoord. En de soort van nieuwelingen. Luke Bakke heeft meteen bewezen waarom hij een basisplek verdiende. Dat was de meest opvallende naam. Ja, want als ik die naam ook zag, dacht ik van raar. Maar ik heb in het begin van de match veel initiatief genomen en zo. En uiteindelijk is dat beloond geweest met mijn assist. En ook in de tweede helft, in het begin van de tweede helft. De eerste 3 minuten of zo, ook op de rechterflank, Forsberg mooi voorbij gegaan. Wel iets te makkelijk, maar ook een goede assist. Echt gewoon letterlijk een assist. Hij past de bal gewoon tegen Lukaku zijn been en moet niet eens bewegen. Lukaku. Nou, de reactie was wel mooi tussen die twee, man. Ja, en het was... Ook gewoon 81ste minuut. Mooi. Ja. Hadden jullie dat gezien in Luke Bakio? Want ik denk wel dat iedereen, als je de opstelling zag, zo wel iets had van Luke Bakio. Maar dan zie je ook wel dat Tedesco... Dat is een speler dat zo super stil op. Om en zo zit hij nu nog altijd bij Hertha Berlijn. Ja, maar die scoort daar echt nog. Nee, Hertha. Maar die vecht tegen degradatie. Ja, maar die speelt wel altijd en toch in de Bundesliga. En niemand houdt er daar meer rekening mee van. Nee, dat is waar. Maar die speelt wel constant bij Berlijn. Mm. In misschien de derde beste competitie van de wereld. Mm. Dus ja. Want als je even denkt, ik weet niet wie ik op rechts had verwacht dan eigenlijk. Ja, ik kunt dat maar andere, ja, hoe heeft hij gespeeld? 4-3-3? 4-4-2. 4-4-2. Ja, dan kan je echt niet iemand anders zetten. Zo. Wel, goede formatie vond ik. 4-4-2. Ja, maar wat mij opviel, verdedigend zonder de bal was 4-4-2, maar als we de bal hadden, werd het een soort van 4-1-4-1. Ja. En kwam Trossard vanuit de spits op middenveld, Onana 6. Dan Trossard en De Bruyne zo voor hem. Is Trossard de perfecte persoon voor daar rond Lukaku te draaien, of niet? Ja, op zich kan al. Het ding is, hij was wel niet zo goed die match. Dus ik weet niet, je kunt... Misschien kun je daar het Trezor wordt wel beter gebruiken, maar... Ja. Ik denk als je met Openda... Achter Lukaku, Trezor. Ja, of Openda kan ook, okay. Ja. Openda was wel een goed geval. Altijd, hè. Ja. Om nog eens terug te komen op Trossard, heeft hij ook niet gewoon vertrouwen nodig? Want als je die in de Premier League ziet spelen, dat kan toch niet? Bij de Duivels heb ik die nog nooit zien spelen dat ik dacht, wauw. Nee, nog niet, nee. Ja, dat is gewoon vertrouwen, denk ik. Bij Martinez zat er sowieso geen vertrouwen bij hem. Ja. En bij Tedesco is nu zijn eerste match, dus gewoon nog even afwachten. Ik denk dat wel gaat komen met hem. Ja. Ik denk wel dat Tedesco een goede coach is daarvoor. Zo. Ja, hij lijkt zo... Ik weet niet, het helpt ook misschien als hij jong is of zo, dat je zo, ja, Van Gaal of zo gaat niet weten dat hij moet lachen met die anderen, maar een oude persoon is misschien wel zo, je ziet hem als vader of zo, maar het is ook een goede vriend, kun je. Ja, maar je moet je coach niet als een vriend zien, nee. Je coach nog altijd als. Ja, dat is waar. Maar Martinez was een beetje te vriendschappelijk met zijn spelers. Hè? Ja. Dat is ook niet goed gekomen. Dat is waar. Luke Bakio zei ook nog dat hij het belangrijk vond dat trainers eerlijk tegen hem zijn. Dat hij zo bijvoorbeeld alleen maar complimenten wil krijgen als dat gemeend is. Hmm. En ik denk dat Martinez dat soms wel deed. Zo zei van, ja, goed gespeeld. Terwijl iedereen door had, ja. Ja, gewoon altijd proberen zo goed het positieve te doen, te halen, terwijl er geen positieve als negatief is, is negatief. Ja, he. Daarom. Nu, ze winnen 3-0 en Tedesco zegt direct van, ja, het is nog ver weg van het voetbal dat ik echt wil. Hmm. En hij vond het helemaal niet zo wauw. Want daar vond ik ook wel opvallend dat wij te ver, denk ik, terugzakte naar zijn mening in balverlies. Stonden wij echt heel laag. Ja, dat wil. Dus dat moet wel. Ja, het moet ook nog een beetje systeem ingeslepen. Ah ja, sowieso. Maar hebben ze getraind samen. Dat zei Tedesco ook zelf van. Mijn normale manier van spelen is echt veel hoger druk zetten. Dus ik denk als dat eruit kan komen.
ook als je ziet, de verdediging is nu een pak jonger met Fase, Theat. Theat, ja, Castadio. Allee, voor toch eens zit daar nog. Dat vond ik vond dat wel goed. Fase vond ik goed, en Theat ook eigenlijk. Fase is zeker niet teleurgesteld, en Theat, ja. Ik denk ook tegen betere ploegen dat we, ik weet niet, denk ik, problemen gaan hebben met Theat op linksachter. Nou, wie zou je dat meepakken? Omdat ik hem technisch niet... Maar dat is het ding, we hebben niemand. Maxime de Kuyper. Ja, maar... Niet goed. Nee. De Kuyper kan tegen ploegen als... Allee. Voor in de toekomst Zweden is de Kuyper de guy, maar nu, als ik nadenk voor een linksachter, niet meteen iemand dat hiermee opkomt. Of misschien een rechtsachter zoeken en dat Castagne dan op links gaat, maar als je ziet wie we mee hebben, Meunier, als rechtsachter. Dus ik weet niet wat voor... We hebben echt problemen met backs, vind ik, hier in België. Ja, dat is waar. Man. Ja. Maar de Kuyper is wel... Ik vind hem echt goed. Ja, is goed bij Westerlo. We gaan zien hoe dat hij doet. Ja, dat is waar. Als hij naar het buitenland zou gaan, of... Hij moet gewoon Sardella meepakken. Toen werd het stil. Ja, ja. Toen werd het stil. Sardella. Want ik had gehoord, gemerkt ook aan de Kuyper, de laatste week is een beetje minder, omdat hij dat, denk ik, hij is nog niet gewoon om zoveel te spelen. Omdat het nu een lang seizoen is en hij, dat is iemand die alles voluit geeft. Mm. Dus als hij dan ook nog met zijn land gaat moeten spelen en zo. Hij is nog jong. Dus maar gaat ooit wel opgeroepen worden, neemt dat vast. Ja, dat is zo. Dat hij nu een volledige dip krijgt en echt. Plus alle dingen dat Vertonghen niet mee kan, ofwel, hij kan nog altijd mee. Ja, Vertonghen is zo goed. Ja. Ja. Kan nog altijd mee. En dat is ook zo de ideale man. Het is echt de ideale mix. Je hebt dan Courtois, Vertonghen, De Bruyne, Lukaku en dan zo die jonge gasten. Ja, ongeveer goed verdeeld. Ja, juist goed verdeeld. Niet te jong, niet te oud. Ik vind dat ook. Dus ja. Een Fase vond ik echt goed spelen. Ja, die is echt goed. Vooral deze 15 minuten vond ik echt goed. Maar bij Leicester zie je ook echt al een van de betere heldseizoen. Ja. Oké. Okay. Vanavond spelen de Rode Duivels een oefenwedstrijd op Duitsland. Duitsland die geen kwalificatiematch moeten spelen, want die zijn ja, sowieso geplaatst. Een goede teststel voor België en voor Duitsland ook. Dat ligt dubbel dat Duitsland gaat spelen, denk ik. Ik denk dat wij wel sowieso wel vol een dat bak Duitsland gaan. Ook vol een bak gaan spelen, want die hebben geen andere matchen. Wij gaan niet... Duitsland gaat wel de dominantere ploeg zijn, denk ik. Dat is ook voor thuispubliek. Ja, als je tegen Zweden 4-4-2 zonder bal verdedigd gaat spelen, ik weet niet. Ja, en Duitsland heeft ook een slecht WK gespeeld. Dus die gaan ook moeten bewijzen. Een beetje, de verwachte opstellingen is gewoon identiek hetzelfde bij België. Maar dat denk ik ook wel. Misschien Lavia een keer. En bij Duitsland is het ook gewoon hun A-ploeg. Met die Füllkrug in de spits, met Werner. Ah nee, Götze staat er al tussen. Wow. Ja, we zullen wel zien. Op Sporza, Jurie Mulder zegt dat België gaat winnen. Ja. Van Duitsland. Ik weet niet, het heeft me echt veel vertrouwen gegeven, die eerste match. Ja, maar het is gelijk met iemand die kan zich makkelijk aanpassen en zo. Het is geen koppige coach die zich aan één systeem wil vastklemmen of zo. Nee. Het is ook een datacoach, heb ik gelezen. Ja, ja, zware laptoptrainer. Zo à la Tuchel en zo. En ding had hem ook beschreven, Bornau in de persconferentie, van... hij is Italiaan en Duitser, hè. En je merkt, de Italiaanse tactiek zit erin, maar de Duitse pres en zo zit er ook in. En dat hij dan nog wel er meer wil uithalen. En ik denk ook de Italiaanse grinta, zo de goesting. Ik denk dat hij zo naar zijn spelers goesting kan overbrengen. Ja. Met Martinez, meestal een oefenmatch, de helft had zo precies geen goesting. Ja, nee. Dat gevoel had ik altijd. Dat hij daar zo stond van, ja, een oefenmatch en vanavond zijn we al terug thuis. Ik vind dat bij De Bruyne. Tegen Zweden speelde hij zo. Ja. Die speelt zo precies met 3 versnellingen lager. Zo jamais fou, zo. Ja, maar goed, ja, hij kan nog steeds perfect aan. Hè. Hij speelt zijn match. Maar ik merk niet de passie of zo. Maar is misschien nu dat hij kapitein is, gaat hij misschien meer verantwoordelijkheid dragen. Hè? Dus gaat hij misschien meer... Ja, verantwoordelijkheid, maar je moet daarvoor toch niet meer spelen. Hij is nieuwe kapitein. Ja. Goeie kapitein? Ja, ik denk toch dat hij... Maar ja, we kon zeggen Vertonghen, maar Vertonghen gaat niet lang. Maar dat is een keeper. Ja, eigenlijk zou Courtois hebben gedaan misschien. Ja. Maar Courtois, nee. Ja. Als hij geen zin heeft, dan blijft hij gewoon thuis. Like nu ook, heeft geen zin om te spelen. Maar dus. Ik snap dat wel, hè. Die gaat gewoon rusten. Maar oefenmatch, ik vind niet. Ik snap dat wel. Ik weet dat wel, maar het is zo lang. Ik heb... Ik krijg te horen dat hij een blessure heeft. Lichte blessure. Ja, hij heeft altijd de blessure als hij... En ook... De Rode Duivels. Maar ja. Kasteels, dat is zo mooi in Duitsland. Ja, maar dat vind ik, ik vind dat niet erg, hè, maar... Kasteels is niet slecht, hij is niet goed, hè, jongen. Ja. Maar zelf in de Nations League heeft hij soms een keer een blessure. En dan zit hij wel bij Real te trainen de week erna, ja. Ik heb nog een nieuwtje voor Xander. Havertz heeft de griep. Dus ja, we zijn al woensdag, hè, morgen.
het hopen dat hij tegen zaterdag genezen is. dus ja, geen Havertz. En daarom dat Götze in de basis waarschijnlijk zal staan. Maar oké, nog een pronostiekje voor vanavond? Kort. Ik weet niet, man. Ik heb wel 1-2 spel of zo. Ja, ik kan er niet, maar ik denk niet dat we gaan verliezen. Meer. Ik ga 1-2. Voor België? Ja. 0-2. 1-1. Ja. Ik zeg gewoon verliezen, niet winnen of gelijk. Oké. Okay. Lukaku en... Vertongen. Kortom. Hoekschop. Hoekschop. Voelen. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we even naar de andere Europese kwalificatiewedstrijden. En ik wil beginnen bij Portugal. En dan bij Roberto Martinez ook. Hè. Van België naar Portugal gegaan. Vonden jullie dat verrassend? Dat er dan echt direct een nieuwe job had? Ja. Ja, omdat... En dan bij Portugal die toch echt een zeg maar, gouden generatie hebben. Omdat je de laatste maanden bij België kregen wat veel negativiteit op hem en zo. Ik zou hem, als ik de baas daar ben van Portugal, zou ik hem ook niet oproepen. Maar ik zou ook niet hem vragen als coach. Waarschijnlijk was dat gewoon voor Ronaldo. Hij heeft gezegd, die pakt al de guys mee. Ja. Hij komt daar precies wel heel goed mee overeen. Ja, maar dat is echt... Maar hij pijpt hem ook, denk ik echt. In de kleedkamer. Dat is echt, hij elk interview gewoon over Ronaldo. Ja, hij is uniek, zegt hij. Ja, maar dat is ook wel waar, zo, maar... Misschien denkt hij van dat Ronaldo dat nodig heeft om dat wel te horen, hè. Kan, dat hij heeft wel, maar het was wel tegen Janneke Rijm. Waarschijnlijk is dat een beetje om zijn ego te strelen van Ronaldo. Hij valt twee keer elke match stukken gescoord. Ferguson deed dat ook in het begin. Want op de dag dat Martínez zijn selectie bekend maakte, was er zoal kritiek van hij durft Ronaldo niet thuis laten, bla bla bla. Ik zou die ook niet thuis laten. En dan, de kranten hadden al superveel kritiek. En dan was al helemaal gekeerd omdat hij het volkslied aan het meezingen was, Martínez. Ja, direct in het Portugees. Maar België heeft daar nooit volkslied mee. Jawel, België heeft dat ook gedaan, maar dat is belachelijk. Ja, hij dan 300... Allee, hij bij elk land een volkslied gaan meezingen. Voor België? Heeft hij dat gedaan voor België? Toch niet, toch, also, maar hij was zo aan het mee, zo. Maar nee, die stond altijd stil. Blijkbaar niet, die stond daar gewoon zo, toch? Ja. Ja. Ik vind dat eigenlijk belachelijk, dat hij het volkslied van een ander land gaat meezingen. Dat is gelijk dat ik daar opeens God Save the Queen ga staan zingen. Ja. Ik zou dat ook niet doen. Maar ja, je bent een trainer van die natie, hè. Ja, oké. Ik zat eigenlijk... Ja, ik weet bleef niet. Toch gewoon... Ik zat toch zo dat je Portugees kunnen dus. Oké, als je dubbel nationaliteit hebt, kan ik dat verstaan, maar dat is een Spanjaard. Ja. Well, ze zitten wel echt in een super makkelijke groep. Wat is hun topland? Slowakije en Bosnië. Ja, dat... Alexander lacht. Maar dat is ook wel iets... Hij gaat zich niet... Portugal gaat daar niet zo hard kunnen bewijzen of trainen voor het EK. Dat is een feit, want ja... Tegen Liechtenstein, daar winnen wij met ons vieren van. Ja. Tegen Luxemburg hebben we nog 3 maal extra nodig. Maar ja, tegen Luxemburg winnen ze dan 6-0. Maar iedereen, Luxemburg is, dat is een slecht. Allee, die zijn niet goed, die zijn he, maar, echt slecht. Ja, maar dat is nog altijd een hoger niveau dan Gibraltar en Liechtenstein. Ja, die kunnen wel voetballen. Ja, sowieso. Maar dat zijn allemaal professionele voetballers. Tegen Liechtenstein was het 4-0 en tegen Luxemburg 6-0. Ja. Ja, en van Nederland was tegen Gibraltar 3-0. Ja. Ja. Ja, maar dat is waar, dat was wel een beetje teleurstellend. Maar daar gaan we nog toekomen, Elias. Ja. Maar ze winnen toch 3-0? Ik snap die haat niet. Ja, 3-0 tegen Gibraltar, jongen. Dat is tegen zwager van achter de hoek. Maar wat hebben ze gespeeld? Hadden ze voor meegaan of niet? Maar ja, je was moe voor meegaan. Ja, wat denk je? 3-0 en nu zeggen we nee, verdedigen. Je kent dat ze dat opeens zeggen van we gaan nu even rustig en gewoon tikken uitspelen. Dan gaan we even over Nederland. Inderdaad, maar 3-0 tegen Gibraltar, waar er een bakker in de ploeg speelt en zo. Ja, dat is waar, hè. En Kuba was echt super boos, hè. Blijkbaar. Van die match? Ja, hij zei dat echt schandalig was. Dat maar ja, ze hadden wel 90%. Oké, het is 3-0, maar ze waren echt niet zo goed, blijkbaar. De 51 schoten had ik gezien. Zee, dat... Maar vinden jullie Koeman een goede opvolger voor Van Gaal? Nee, hè. Nee. Weer al die Koeman, en die heeft nog niks bewezen. Ja, wel, hij heeft wel heel goed gedaan voor Van Gaal. Ja. Nee, dat was heel goed, hoor. Dat was echt heel goed. Is er iemand die Van Gaal kan vervangen bij Nederland? Ik denk dat niet. Nee. Wat heeft Koeman gedaan voor Van Gaal? U naar 2K geloodst? Ja, ik denk het. Ja. Maar ja, dat kan ik ook. Ja. Nee, maar ik weet niet meer wat dat was exact. Maar ik weet niet. Nations League, dat was met Van Gaal nog. Ik weet niet meer exact. Maar tegen Frankrijk ook Nederland was het ook niet... Maar 4-0. 4-0 op je doos. Ik had gekeken, dat zet er gewoon... De individuele klasse van Frankrijk die de foutjes van Nederland afstrafte. Want Nederland, ik vond u niet zo slecht spelen in die match. Ze hebben ook wel kansen gehad, maar 3 van de 4 goals waren echt domme fouten. Dus
je kon dat allemaal voorkomen. En ze missen nog een penalty op het einde Nederland. Want ze zitten wel in een redelijk moeilijke... Alleen moeilijk. Frankrijk is ook nog Griekenland en Ierland daarbij. Ja, daar zitten ze ook niet aan de Mieke. Nee. Ja, als Nederland niet zo goed speelt, dan kunnen ze wel verliezen van die ploeg. Ze staan nu derde. Ja, ik denk dat Nederland wel nog altijd dubbele kwaliteit heeft van Griekenland en Ierland. Maar... Nee, het kunnen. Ierland verliest Nederland. 0-1 gisteren. Dus op zich. Oké, en even nog in onze groep van België dan. Heeft Zweden bij 5-0 gewonnen van Azerbeidzjan. Dus besef even dat wij eigenlijk al zo was geplaatst. Ja, enkel Oostenrijk is nog... Maar, maar Oostenrijk sowieso... is waar 2-1 gewonnen van Estland. Dat is 0-1 achter, dacht ik. Ja. Ja, maar sowieso de top 2 gaat sowieso door. Normaal is het, de eerste gaat sowieso door naar de tweede barrage, maar nu is de top 2 die doorgaat. Dus ja, het moet al heel veel gebeuren. Ja. We horen hier van de. Ja, dat ik ook nog gecheckt. Ja, zo'n 0-2 voor. Die Heulund is echt goed bezig daar. Die is fucking goed. Het was 0-2 dan, rond vanaf minuut 70, 75, 79, ik weet niet. Ja, begon 76. Het, voilà, 1-2, 2-2, 3-2. Maar Denemarken kan soms zo choken. Hè. Ik denk als je toen een euro had gezet vanaf de 70e minuut, dat je... Maar ik weet eigenlijk niet hoe dat komt, want die hebben zo goed EK gespeeld, dan waren die ook goed in de vorm. EK goed, hè. WK niet zo goed. Nee, ja, dat ging ik zeggen. Heel goed EK, dan heel goed in de voorronde van het WK. Frankrijk en dan opeens was dat gedaan. Vorm, ja. Hè. Ja. Want die hebben wel een goede ploeg, inderdaad, die Heulund. Ja, Eriksen. Wie zit er nog in? Damsgaard. Speel die zelf mee. Ik moet denken aan uw Bobke. Nee. Die is toch geblesseerd, denk ik. Bruis. Damsgaard die was op Eriksen TK was niet mee. Huba, daarna heeft hij ook... Dat komt gewoon omdat Dreyen heeft gespeeld. Zeg, kijk, ze zeggen tegen mij, het gaat 3 minuten duren tegen dat hij over Brugge begint. Ik heb nog geen woord gezet en hij zit hier constant over anderen. Ik dacht dat je bij Hollywood ging zeggen, maar ik zat bijna bij Brugge. Ik probeer mij in te houden, maar ja, met een ander in hier. Ik niet. Ik vind dat Van Aten altijd opgeroepen moet worden, sorry. Hoe ziet je dat ook? Oh, jongens, toch. Oké. Ik ga zwijgen van dan gaan we eens naar Engeland, ook 6-6. En vooral de eerste match tegen Italië was een topmatch. Ja. Maar redelijk makkelijk gewonnen. Hè. Nee? Tegen Italië? Ja, dat was sowieso. Allee. Ik weet niet, hè. Dat was niet makkelijk nee, of zo. Nee, ik weet het, maar... En ze hebben 2 keer gescoord op de beslissende fase. Ja, maar ik en Bruijs hebben net naar die kern van Italië gekeken. Amai, wat zit daarin? Ik ken niemand. Dat is echt bijna de kern niet meer dat Europees kampioen is geworden. Ja, dat van mijn leven aan. Maar ik denk dat die heel veel geblesseerden hebben, die. We gaan een keer naar beneden, dat kunnen we zien. Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli... Frattesi. Pessi, ja, maar ja. Maar dat was wel B-ploeg tegen dingen. Grifo. Carnesteschi. Carnetje, want die ken ik. Maar gewoon degenen die uit zijn, Chiellini en Bonucci zijn eruit. Echt fucking goed. Dus die hebben gewoon dezelfde ploeg. Maar die hebben gewoon heel veel geblesseerde Italië. Want normaal moeten die groep zeker tweede worden. Oekraïne zit er ook in. Ja, Skamaka snap ik niet. Oekraïne is ook wel niet onderschat. En Noord-Macedonië, pas op, hè. Pas op. Jongen, begin niet. Pas die op. Hebben wel de dingen uitgeschakeld, hè, voor in een barragematch. Italië. Italië, ja. Ja, maar dat is gewoon een keer once in a lifetime. Ja, we zullen zien. Nee, oké. Oké, maar naar Engeland. 6-6 dus. Heeft iemand de match tegen Oekraïne gezien? En gewoon de highlights. Ja, dat was wel makkelijk, hè. Ja, en ook de match in Italië gewoon... Ik weet niet, Saka is wel de guy daar. Ja, mooi. In de match van Italië heeft hij die 2 corners gegeven, waardoor de goals waren geleid. Was Moedrig zo slecht als zijn rating? Ja. Ik denk het, ik weet niet. Wat was zijn rating? 5,7. Hij was niet zo goed. Hij werd wel zo'n beetje belachelijk gemaakt op sociale media, omdat er zo foto's was van de... Saka dat zo moedrig dribbelde en hij lag op de grond, of ik weet niet wat. Maar ja, Saka ook goal en assist tegen Oekraïne, dus... Mooie goal. Ja, hij is op dit moment wel aan. Oké. Wilt er nog iemand iets zeggen over Interland voetbal? Jij wel, maar ook over Brazilië. Ah ja, sowieso. Laat u gaan. 2-1 gewonnen tegen Brazilië. Toch nog steeds toch een beetje verrast. Je zou het nog steeds niet verwacht. Allee. Maar misschien is Marokko gewoon... Nu wel. Top-10-land ja. Op dit moment misschien. Ze zijn wel echt goede spelers. Ja. Ja, als je vierde wordt op 2K dan. Ja, dan doe je het sowieso goed. Dan heb je uitschakeld ook. En zeker ook in Marokko, dat is daar gek, jongen. Ja, het was echt een zieke sfeer en zo. El Canoes assist gegeven.
Ik denk sowieso dat voetbal daar, allee, het voetbal, internationaal voetbal, zo terugleeft in Marokko. Ja, zo. Gewoon dat mensen met massa's gaan afkomen. Ja, dat was altijd je ziet zo... dat zelf al in België, dat dat enorm leeft. Allee, ja. bij de... Dat leeft veel meer bij hun dan dat dat eigenlijk bij de Belgen heeft geleefd. Want ze hebben sowieso zieke support. Kun je of je op TikTok spelen ze dinsdag spelen ze vandaag kwalificatie tegen Liberia. Ah ja, die kwalificaties zijn ook bezig. Dan gaan we in orde komen. Hè. Dus Marokko, Afrika Cup. Marokko wel goed, maar wel lekker voor El Kanous, man. Ja. Marokko, Afrika Cup winnen, Elias. Welke match had jij nu weer gevolgd, Vincent? Dat was de Fiji-eilanden zeker die gewoon onder de last. Sierra Leone. Ja, Sierra Leone, ja. Nee, ook nog Argentinië gewonnen van Panama. Ja. En de huldiging voor de wereldkampioen, wat wel mooi was. Ik had gezien, heel de eerste helft had Messi met zo open knie gespeeld. Ze hadden aangestampt en helemaal open. Wat kijk, niet snap, maar mag toch niet bloeden? Normaal niet. Ah, maar dat mag normaal gewoon niet op je shirt komen, denk ik. Ja, het kwam niet op zijn shortje of nee, het mag volledig niet. Dat is te gevaarlijk voor aids en zo, maar oprecht. Ja. Ik had dat gezien, zo bosje. Bloed verliezen. Messi had vijf vrije trappen genomen die match. Oh, joh, die ene, die goal was fucking mooi, maar hij had nog een andere. Hij had twee keer op de kruising ook. Ja. Waarvan een van die twee was een rebound waaruit ze hadden gescoord. Die bedoelde ik. Ja, voilà. Fucking mooi. Hij had echt exact dezelfde selectie als met WK. Opeens weer daarna Papu Gomez, die eruit was. Lo Celso kwam erin. Die is ook cool, Lo Celso. Ja. Wel verloren van Anderlecht. Dat was echt, ik zit direct met twee freaks over Anderlecht. Overal kunnen jullie Anderlecht in betrekken. Ja, maar dat komt er gewoon op, snappen. Wij zijn gewoon zo goed dat we overal spelen. Zijn. Nee, maar wat dat je ziet met die spelers van Peru? Nee. Die spelen in Spanje een oefenmatch tegen Marokko. Normaal. Kan dat? Verdomme. Ja. Ah, dat is al geweest, denk ik. Nee, vandaag, nee. Normaal is vandaag oefenmatch Marokko-Peru. Ah, wanneer is dat in Spanje? Dat weet ik niet. Ik ben zeker Liberia. En dus, de spelers van Peru komen aan in hun hotel. Ja. En daar stonden fucking veel supporters van Peru. En de politie dacht dat een speler een supporter was. Oh. En die zijn daar gewoon op beginnen slaan, op die speler. En zo beginnen duwen en al. En de keeper en ik denk een verdediger zijn opgepakt. En dan naar het politiebureau en zo. Maar dat was daar fucking ziek. Het is Marokko, Peru. Ja, zie je? Goed. En wanneer is dat tegen Liberia of zo? Ja, het is ook Kuwait, Tajikistan. Jordi, jong. Zo weet. Ah, maar die match is afgelast opeens. Tot dat vandaag. Is echt raar, hè, die Afrika Cup. Al die matchen zijn constant afgelast. Maar ik denk dat Liberia heeft opgegeven of zo. Zweer. Ja. Het was opgegeven. Ja, kan of dat wordt verplaatst. Oké, maar zullen we het interlaadvoetbal afsluiten? Ja, ja. Dan gaan we kort naar de Europese competities. En ik zou willen beginnen met de Belgische ploegen. Die het zo goed doen in Europa. En dan moeten we misschien. Jordi gaat precies doodgaan. Moeten we misschien beginnen met de Europa League en Union. Hoe straf is wat Union doet? Nee, kwartfinale Europa League. Is het nog verrassend of is het gewoon. Altijd één keer is het toeval, twee keer. Maar het is nog steeds verrassend. Is een patroon, hè, ik vind het nog steeds verrassend als je ziet Union Berlin in eigen competitie. Die stonden wel derde, hè? Zijn die ongeslagen? Eén keer verloren dit seizoen, denk ik. Ze hadden weer gewonnen van Frankfurt 2-0. Dat was toch niet gewoon verloren van Bayern? Nee, maar dat is de enige ploeg die op Bayern is gaan winnen, zelf geloof ik. Ah, nee, was dat niet vorig seizoen? Want die hebben een maand geleden op Bayern gespeeld en 3-0 verloren. Ja, ze hebben verloren van Bayern, dat ben ik zeker. Dat was al 5-0 verloren van Leverkusen. Voilà. Dus al twee keer verloren. Maar nee, dan nog voor de eerste match met Union stonden die nog altijd. Maar die hebben even zelf aan derde en zo, en die stonden op kop. Maar ze gaan Champions League spelen, hè. Dat sowieso. Dus de top 4 van Duitsland zou altijd moeten winnen van Union. Champions League is misschien. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, zoek maar op. Ik zal eens zien. Maar praat ondertussen verder. Maar volgens mij lijkt dat gewoon. Union speelt zijn gewoon beesten, man. Union Berlin staat nu. Derde. Die staan twee punten los op Freiburg en 3 punten op Leipzig. Dus ik denk wel dat Leipzig wel nog. Maar ja, Freiburg. Het zal moeilijk worden. Oké, maar Union Saint-Gilloise toch fucking straf. Hè. Zeker die match op Union Berlin. Dat was echt zot. 3-0. En al thuis vegen ze die gewoon van de mat. Van de mat, ja. Ja, want ze waren echt veel beter. Ze hebben echt indrukwekkend gewoon, hè. Niet zomaar. Ik weet niet wat het is, ja. Misschien ligt Union Berlin Union niet. Maar ja, bon. Union ligt
Veel ploegen. Die veel ploegen, ja. Dus... Boniface ook. Die zijn ook gaan winnen op Braga. Die zijn... Allee, ja, dat, ja, is Braga allemaal is geen, zinke, dat ja. zijn allemaal geen pannenkoeken. Nee. Ja, het is gewoon geen toeval meer, denk ik. Nee. En nu tegen Leverkusen. De gunstigste loting misschien wel. Ja. Ja, maar Leverkusen die doet slecht, hè, in Duitsland. Maar het is beter geworden. Ja, het is Alonso iets beter geworden. Brugge heeft er ook van gewonnen. En Leverkusen heeft nog een Bayern afgelopen ja. weekend. Twee. Ja, die zijn wel terug iets beter. Ze staan nu ook al 8e ondertussen met blub, blub, blub. Nee, nu is zo grappig. Ik dacht dat je iets ging zeggen over Xabi Alonso. Ze staan 8e met nog maar 3 punten achter op de top 6. Dus. Ik dacht dat je een kans ging pakken. Nee. Wat denken jullie tegen Leverkusen, Unio? Als Brugge daarvan kan winnen, kan Unio daar ook van winnen. Maar ja, Brugge heeft wel... Jongen. Leverkusen was toen echt slecht, hè. Ja, wij zijn nu super slecht, ja. Ja. Naar Leverkusen, waren jullie zo goed tegen? Maar nee, we waren niet fantastisch. Jullie konden ook verloren hebben? Ja, we hadden gewoon een super mignolin en wat chance, maar omdat er een zijn teen te lang was. Of... Ja, de VAR had ook. Ja, maar ja, je wint nog altijd. Dat is waar. Ik denk dat Union even veel kans maakte of Brugge toen. Ja. Is dat wel gezien van Louis Clapoussin? Dat is weggestuurd uit zijn nationale ploeg. Ah, nee, bojo. Wegens ongepast gedrag. Serieus? En dan gaat nog een staartje aankomen bij de club. Bij Union zelf? Ja. Wat heeft hij gedaan? Zo ongepast gedrag. Ik weet wel dat hij altijd muziek opzet. Maar ja. Ja, zo ongepast vind ik ook niet. Hè? Nee. Nou, ik weet niet wat hij heeft uitgespookt. Zal wel nog verder uit je liggen. Misschien is een blootje bij de sportpsycholoog staan, zoals ik die Fonk in Spitsbroek. Je weet het niet. Oké. Okay. Maar welke nationale ploeg is dat? Madagaskar. Ja. Waarom is dat? Zit jij niet in uit te lachen? Ja, niet per se aan die film. Ja, ja. Okay. King Julian. Hoeveel kans? Union tegen Leverkusen. Heel realistisch gezien, dat ik het zou zien, zou ik Union meer kans geven. No, ja, jawel, jawel. Als jij ziet wat ze tegen Berlin doen. Maar ik weet niet, okay, maar... als hij Schick een goede dag heeft. Wie? Schick. Speelt hij daar nog veel? Ja, nee, niet Bessa. Zo. Maar ja, je hebt daar nog Moussa Diaby, Wirtz is ook terug. Ja, je hebt tegen Frimpong. Ja. Wat Kosuno is ook echt steeds aan het groeien. Ex-Brugge trouwens. Kalasar of zoiets op het middenveld. Wie? Kalkastar of zoiets op dat middenveld. Kastar? Nee, Kalkastar of zoiets. Ik weet het niet zeker. Wie? Alkastar. Ga zoeken voor jullie. Zoek voor ons. Zoek jij wist het niet. Tot kom om te eerst. Nee, niet om te eerst. Dat is van mij, hè. Ah ja, woeie. Ja. Kalkastar. Huh? Ah, ja. Nee, maar niet Kalkastar. Demirbay. Ah nee, Asmoen, Hudson Odoi, Adili. Ah, man, Azil, is dat Nin? Dat je bent? Amiri. Nee. Ja, bo. Aranguiz. Ah nee, ik was vergeten die Palacios. Ja, jongen. En die ging kapé. Slaaf verder. Maar les. Oké, maar. Ik zou 50-50 zeggen. Hè. Bij waarom? Ik zou liever tegen Bayer Leverkusen spelen dan tegen Union Berlin. Union Berlin is veel moeilijker om maar te spelen. Leverkusen komt van de Champions League ook. Okay. Oeh. Maar ja. Jongen, hij lacht maar. Ja, maar. Ja, nee, ik zou... Nee. Berlin had verloren van Leverkusen, zei iemand hier. Maar Bamba zit daar. 5-0. 5-0. Oké. Okay. Maar Noah Bamba speelt daar. Noah en Bamba. Ja, wat doet hij daar? Weet ik het, ja. Ja, niet spelen, ja. Die zit op de bank. Op de bank. Oké, Anderlecht dan. Laat jullie maar eens gaan. Villarreal uitgeschakeld. Halve finalist vorig jaar in de Champions League. Ja, klopt. En die staan 6e in La Liga. Ook straf, hè. Ja, om eerlijk te zijn, de hele match, als je de opstelling van Villarreal zag, had je wel een beetje hoop. Omdat dat was een B-ploeg of een halve B-ploeg. Maar waarom? Boeit dat je niet? Of had ik snap het ook niet. Maar waarschijnlijk willen die Europese plaatsen in een competitie. Ik weet het dat niet. Is ook goed mislukt al. Ja. En ja, toch Dreyer bedanken voor die prachtige goal thuis. 1-1, wat wel belangrijk was. En dan terugmatch. Ik dacht wel van... We zullen daar wel gewoon verliezen. We zullen waarschijnlijk wel ons best doen, maar we zullen het niet halen. Maar toch... Het heeft een reden, hè. Ja. En Bart. Ja, Verbrugge speelt zich sowieso in de kijker. Ik denk niet dat we die nog gaan kunnen houden na dit seizoen. Moeilijk. Ja. En dan Slimani, die toch weer scoort daar. Ja, feest in Spanje, broer. Maar je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar Slimani... Hij scoort toch bijna altijd. Ja, terwijl hij lijkt zo... Ja, zo'n beetje een te log. Zo. Ja. Ik zo'n beetje zo'n comedian op veld. Zo. Ja. Zo'n beetje hij praat zo klagen. Hij praat wat tegen de scheids. Zijn meeste gele kaarten komen van geklaagd bij zich. Ja. Weet je wie dat ook deed? Vroeger Mila Jovanovic. Ook altijd zo
En zo met zijn armen, zo, als hij zo valt. Zo. Ja. Slimani doet dat ook. Maar in Villarreal, hoeveel kansen dat Villarreal gekregen heeft? Ja, dat wel. Ongekend, als je dat afwerkt, dan zit je er niet bij. Ja, keeper doet ook mee. Keeper doet ook mee, ja. Allee. Klopt. En de keeper mag zijn handen gebruiken. Ja, voilà. Dus ja, Bart Verbrugge, dank je wel. En hopelijk geen kipcurry eten tegen Alkmaar, broer. Wel ironisch, hè, dat jullie beste speler is met de naam Brugge erin. Hij is al terug, hè. Ja, maar ja, ik kan wel zeggen. Hij is al terug bij Nederland, bij de selectie. Ja, even verduidelijken. Verbrugge was opgeroepen door Koeman, maar hij was ziek geworden door kipcurry te eten. Ja. Maar nog een paar andere ook. Maar nu Van Dijk heeft ook die kipcurry gegeten en hij was er niet. Hij is een hij is de guy. Ja, oké. Hij is Van Dijk. Oké, maar hoe belangrijk is die kwalificatie? Salmonella is bang van voor Anderlecht? Heel belangrijk, denk ik. Financieel en sportief. Dus ook qua geld, ja. Ook en sportief. Gewoon, het brengt zo meer zuurstof aan de club, omdat het heel slecht gaat. Maar je merkt echt dat het beter gaat, snap je? Ook het is altijd zo'n beetje aan het stijgen. Ja, voilà, die worden blijer en zo. Allee, je hebt een wow-prestatie gegeven thuis in het Lottopark met de goal van Dreyer, wat eigenlijk echt wauw was. En dan heb je eigenlijk nog een tweede feest gegeven met daar te gaan winnen. Dan denk ik dat je, als dat je nu merkt in de stadion zelf, is het echt veel kalmer geworden. Ja. Het is niet meer echt roepen van Koeken of Wouter buiten. Nee, dat is waar. Zo een beetje de rust wedergekeerd. Ook wel chapeau voor Fredberg en Riemer daarvoor. Ja. Het zijn wel twee heel opvallende figuren die je nu zo, heel ziet, heel aanwezig. Puur sportief dan Dreyer en Slimani erbij. Goeie coach, ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had mijn twijfels lang, maar hij heeft ze helemaal weggenomen. Ik denk, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik denk dat het echt helpt als jij, want hij heeft geen vrouw en geen kinderen. Nee, dat helpt wel. Ik denk echt dat dat wel helpt. Ja, volgens mij is hij dag en nacht bezig met. Ja, voilà, je moet daar niet wat verantwoorden. Die smijt zich volledig op handen legt, bij wijze van. Hij zei ook dat interview echt een voordeel is. Ja, hij zei zo, ik ben getrapt met handen. Ja, maar het gaat echt iets mini zijn, maar ik weet niet. Allee, ik weet het wel, maar iets mini. Ja. Ja, gewoon dat gaat iets voordeliger zijn, denk ik, als je. Ja, nee, Pep Guardiola heeft ook een vrouw en kinderen. Ik denk niet dat. Oh, ja, nee. Maar ik zeg niet dat het zo'n verschil maakt, maar het gemaakt zo. Weet je, dat is wel City en dat is wel Pep Guardiola. Weet je, die vrouw die weet ook van, ja, ik ga hem niet moeten gaan wegtrekken of zo. Snap je wat ik bedoel? Maar zo bij Riemen, dat zo, ik ga naar Anderlecht. Allee, snap je? Tot binnen 2 jaar. Ja, maar ja, dat is zo niet hetzelfde, denk ik. Nee, maar als je naar een club komt van Anderlecht, ik denk ook Wouter van den Auto zal familiale problemen hebben gehad met zijn vrouw of zo, snap je? Ja, er zal wel ruzie zijn en zo. En als je naar een club komt zoals Anderlecht, waar er zoveel crisis is, en je moet je tegenover niemand verantwoorden, familiaal dan thuis, dan helpt dat wel iets, denk ik. Maar bon, het is niet wauw, zei Jordi, dat zeg ik. Nee, maar ik snap het wel. Voilà. En Fredberg, een van de weinigen over heel Europa, denk ik, van technisch directeur of CEO, of kun je allemaal, dat hij elke match op het veld komt en de supporters gaat begroeten. Hij stond te dansen zo. Ja, hij kwam echt naar supporter zo. Ja, zo, dus. Goed om te zien. Ja, ik denk wel met die twee dat ze wel goed zitten. Qua structuur en zo. En gewoon nu echt terug beginnen opbouwen. Ja, dat is waar. Want bij Company leek het al dat we terug aan het groeien waren. Maar dan ineens viel dat terug als een kaarthuis in elkaar. Mm-hmm. En nu zijn ze terug bezig. Maar eigenlijk niet, Company is weggegaan. Het is al zo. Kaarthuis in elkaar. Ah, wel, dat zeg ik toch? Ah, nee, zei, hey, maar Company dacht dat. Ja, laat vallen, jong. Nee, hij bedoelde daarmee dat mijn compagnie ook stijgende lijn was, zodat hij weg was. Je zag toch duidelijk een stijgende lijn bij compagnie. Ik denk dat Anderlecht play-off 1 haalt. Nee, play-off voor het seizoen. Ja. Hangt af, kwartfransen. Misschien valt het ook weer in elkaar. Krijg je mijn oortjes? Ja. Volgend seizoen is vanaf is play-off 1 en 6. Dus dan kun je niet. Want Riemer, er was een interview, kun je naar welke match? Een van de laatste matchen. En hij zei van, yes, heel goed, deze overwinning en zo. Zei dat zo, yes, heel goed. Yes, heel goed. En het kwam erop neer dat hij zei van, hij is blij met de overwinning en zo, maar we zijn niet waar we moeten zijn. Hij zegt van, deze ploeg zou moeten strijden voor het kampioenschap. Hij zegt echt, als je dat hoort, heb ik wel veel geloof voor volgend seizoen. Snap je? Ja, maar soms, ze kunnen sowieso meestrijden. Zijn uitspraken zijn soms wel heel hoog. Zoals met Amuzu. De volgende gaat de schoenen winnen. Zei dat? Ja, hij zei, hij gaat ooit gouden schoenen winnen. Amuzu. Allee, ik vind dat een goede speler, maar het is toch veel te weinig beslissend om de gouden schoen te winnen. Ja, wel even een kleine rip naar Jari Beschara. Kleine rip. Ah ja, mooi hoor. De goat. Met zijn blessure. 1 minuut stilte. Ja. Oké. Het is niet dood. Nee, maar
Wat ook goed is, dat er zoveel Belgische ploegen het goed doen, is voor de coëfficiënt. Ja, die gaan nu wel toch een boost moeten krijgen. Maar ik denk dat we zijn nog steeds niet gestegen, hè. Maar we hebben de achtervolgers meer achtergelaten. Mm. We staan nu op dit moment, enkel dit seizoen, staan we vijfde. Mooi. Oké, en voor we naar Gent gaan, nog even de volgende tegenstander van Anderlecht, ja, AZ. Het is gewoon boef, man. 0-2. Wie staat hier komen? Je weet. Hij had ook al op zijn verhaal gezet. Hè. Ja, boef, moeten we hebben, zei hij. Moeten we hebben. Klein hapje, zegt hij zeker. Maar AZ is wel niet slecht, hè? Nee, die is niet slecht. Die eigenlijk, ik ga eerlijk zijn, die standaard, nee, samen met West Ham was dat de ploeg dat ik eigenlijk niet wou, AZ. Om door te gaan, hè. Dat is wel een mooie affiche. Ik wou liefst Leg Poznan of Florentina, Basel of Nice. Basel, oh, ja. Basel of Poznan. Maar goed, ja, als je wilt winnen, moet je tegen iedereen kunnen. Maar bon. Klopt. Het is een knock-out fase, dus je speelt sowieso niet tegen iedereen. Want dus het is voordelig. AZ heeft wel Lazio uitgeschakeld, die bijvoorbeeld winnen van Napoli in de Serie A. Die hebben sinds vorig jaar geen enkele Europese match thuis verloren of zo. Serieus? Ja, ik heb dat gelezen, dat die echt al super lang ongeslagen zijn thuis Europees. Dus ja. Het zal niet makkelijk worden, maar alles kan. Alles kan. Oké. Okay. En dan ja, naar Agent, hè. Buffalo's. De Nageafo. De Gift. Die het ook goed doen, die moesten tegen... Nu moet ik zien dat ik het juist uitspreek, hè. Basak Shehir. Ja. Spelen. Op voorhand dacht ik eigenlijk van, dat is ook niet zo makkelijk, maar... Die hebben mij wel echt teleurgesteld. De terugmatch? Ja, zeker. Dacht ik echt van... Omdat je zag die speel, maar gewoon, die hebben geen goede ploeg. Zo nee, hè? En dat stadion, er is niks van sfeer en zo. Ik dacht echt van, allee, Gent, die moeten dat hier toch gewoon winnen. En dat hebben ze ook gewoon gedaan. Met natuurlijk... ze hebben daar een speler lopen in vorm vooraan. Een geschenk. Gift... Oh, healing. Gift Orban. The gift that keeps on giving. Die ja, echt... Geen halve kans nodig heeft op te scoren. Ja. Dat is niet normaal. Dat is echt zot, man. Ja, ik weet niet. Ik vind hem ook zo grappig in zijn interviews. Hij doet gelijk alsof hij Ronaldo is of zo. Ja, hij doet dat zo precies of het is niet wauw wat ja, hij doet. Het is, ja. Op zich is dat goed, want dat wil zeggen dat wat hij nu doet nog niks voor hem is. Dus hij kan alleen nog maar hij heeft ook doen. Al zelf gezegd, ja, volgend seizoen... Hij zou graag in de Bundesliga of Premier League spelen. Ja. Maar dat is toch wat vroeg. Zeg maar. Ik vind dat je dat ook niet zegt, maar juist weer in de ploeg bent. Hij moet ook bevestigen. Nee. Hij heeft ook nog maar 3 matchen of zo. Maar ik vind bevestigen, dat als je dat doet, dan gaat je er in mijn ogen komen. Moeten komen. Ja. Maar bevestigen, is dat dan bevestigen, gewoon blijven scoren? Of? Want dat is kutte, dat is zoals bij Haaland. Ja. Je doet hat-tricks, wat moet je bevestigen? Hat-tricks, ja. Dat is eigenlijk Haaland elke dag. Bevestigt elke week, maar ja, als Haaland één keer scoort, dan ga je zeggen, oei, je is niet in vorm. Per seizoen, zoals Haaland, 30 plus goals maakt... Maar de mensen kijken daar niet zo erg naar. Er was een periode dat Haaland een paar matchen niet scoorde. Iedereen zei, oh, zie wel Haaland. Ja. Snap je? Maar toch, na 3 matchen is het toch snel om Orban... Kunnen we nu wel ook wel stoppen met Orban en Haaland te vergelijken? Maar nee, wij vergelijken die niet. Maar... Hun niet, maar de... Ja, maar... Hoe zeg je dat? Maar ik vind ook wel, het is voor Haaland makkelijker om te scoren dan voor Orban bij Gent, denk ik. Maar nee, dat is toch? Dat is waar, hè. Maar ja, als je daar de Bruyne achter je hebt... Haaland gaat meer kans hebben om op doel te trappen dan Orban. Ik ga misschien 20 maken. Nee, en ik kan niet voetballen, dus ja. Maar even terug naar Orban. Ik ben niet mee, man. Allee, hij is nog maar 3 matchen echt in de ploeg, hè. Dat is toch nog niet zo lang. Nee. Dus ik ben benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen. Nee, ik weet niet. En hoe lang hij ook bij Gent gaat blijven. Ik zou volgend seizoen gewoon nog blijven, hè. Ja, als ik hem was wel, maar ik denk niet dat die jongen... Die wil zo rap mogelijk naar... Ja, die heeft niet veel geduld. Die is ook crazy in een kop, denk ik. Echt. Maar ja, die komt van de Noorse tweede klasse. Die is het toch een beetje geduld hebben. Dat is wel. Het is wel gedurfd van... En hij woont in Oostakker. Ja, Oostasker. Wat, woont hij daar echt? Wanneer, had je dat kent niet, je had je niet gelezen? Kent je niet Oostasker? Hij had Brian, hij had zo... Wacht, ik ga dat doen. Ah, mijn gsm is aan het opladen. Hij had zo'n foto gezet op Insta. En dan zo, als bijschrift zijn locatie, in plaats van Oostakker, had hij Oostasker. Ja, maar hij had daarna een tweede foto gemaakt en toen had hij toch Oostakker. En nu Gent, misschien wel tegen de sterkste ploeg, West Ham, Premier League, wel aan het vechten tegen de degradatie. Dat is waar, dat kan wel belangrijk zijn dat die misschien in Speus rusten. Ja, Anderlecht heeft er ook al tegen gespeeld. Toen was het maar 2-1 en toen was Anderlecht veel slechter, maar... Het ding is, in voetbal kan alles, altijd jongen. Alles. Zeker Europees in knock-out fase. En Gent kan altijd het tapje meer Europees, vind ik. Ja, die hebben in Tottenham ook een keer gaan stunten. Ja, dat is waar. Met de Champions League hebben die, ja. Jeremy Pervé. Okay, hebben ze niet ook, Fabien, ze nog een keer gewonnen? Was dat
onlangs hebben we het ook van een redelijk grote ploeg gewonnen. De Europa League. Wie, Gent? Ja. Ah ja, Roma. Eigenlijk moesten jullie altijd doorgaan, die match. Dat was dat. Oké. Hoeveel Belgische ploegen zitten er in de halve finale, volgens jullie? Ik zeg... Als we nu drie zeggen, is Gent handen ligt. Ik was Union vergeten. Ik dacht dat het over Conference League had. Nee, minimum 1, max 2. Dus er... Ik denk dat Gent het niet halen. Maar... Ja. Ik hoop dat Anderlecht het wil halen. Ja, ik hoop gewoon jullie het alle drie aan. Allee, ik was het alle drie aan. Ja, wel opvallend. Als Gent en Anderlecht doorgaan, spelen ze de halve finale bij elkaar. Ja, sowieso een Belgische finale. Oh. Dat zou wel echt ziek zijn. Dat zou ook zo'n raar gevoel zijn. Ja. Dan hoop ik wel gewoon dat Anderlecht wint. Met die Conference League muziek. Omdat, ja, ik hoop gewoon dat jullie nog een extra Europese prijs pakken, want... Dat maakt niet zoveel uit. Hoezo niet? Omdat als Gent een Europese prijs is, hebben zij eerder een Europese prijs dan Brugge. En dan gaan ze weer komen van, waar is jullie Europese prijs? Allee, we zullen ons best doen, Jordi. Ja. Ah, ja, ja, ja. Oké, en dan nog om af te sluiten, de enorm mooie loting van de Champions League. Real Madrid tegen Chelsea, Benfica tegen Inter, City tegen Bayern München en Milan-Napoli. Wat daarop valt, is dat Benfica, Inter, Milan of Napoli sowieso de finale spelen. Ja, de vier slechtste zijn samengezet. Inderdaad. En de vier beste zijn samengezet. Ja. Allee, op papier, hè, want Napoli en Benfica toch nog beter dan Chelsea spelen. Gezondheid, Jordi. Dank u. Maar ja, ik denk dat iedereen hier wel Napoli de finale ziet halen op papier. Op papier wel. Ik denk zelfs dat Napoli de Champions League kan winnen. Zijn die beter dan Bayern City? Nee. Maar met de finale, ja, finale halen, kun je toch gewoon alles. Want ze moeten tegen Benfica of Inter als ze dan winnen. Ja, natuurlijk, ze hebben Liverpool ook wel echt zwaar pakjes gegeven. Bayern gaat ook afhangen met Tuchel nu. Ah, eigenlijk, maar Bayern gaan winnen. Bayern gaan winnen of hoe? Als Chelsea nu wint, is Bayern mijn team. Wel, Real, Chelsea en City, Bayern. Het zijn wel echt twee super mooie matchen. Ja. Ik ben benieuwd. Wie denken jullie dat gaat halen? Ik ben altijd bang voor Real, maar ik denk niet dat ze het gaan halen. Maar dat is elk jaar wat we zeggen. Ja. En nu gaan ze het niet halen. Nu, ja. Maar dan halen ze het toch. Het is ongelooflijk. Dat is gewoon in de Champions League, zijn die precies. Ander niveau. Hè. Allee, Real, Chelsea, wie gaat het halen? Oh, ik kan gewoon eerlijk zijn. Real. Ik ook. Ja. Real. Benfica, Inter. Benfica. Ik ook, Benfica. Ja. Denk iedereen. City, Bayern. Dat is de moeilijkste, denk ik. Bayern, broer. Tuchel, broer. Ik zeg City. Ik ga voor Bayern. Bayern. En dan Milan, Napoli, Napoli. Napoli, ja. Milan. Hattrick Charles de Ketelaar. Ja, hij is daar weer. Hey, oké, dan. Denk ik dat we kunnen afronden. Ja. Dat we ver kunnen afronden. Dit weekend zijn er ook terug, ja, de andere Europese competities. Wow. Ik denk dat Anderlecht naar Eupen moet, Brugge naar Mechelen, klopt. En Antwerp begint op vrijdagavond tegen, nu moet ik goed nadenken, ik denk Zultewaringen. En Gent? Gent, ja. Naar Seren of thuis? Gent naar Seren. Maar ja, thuis of Seren naar Seren, dat is allemaal hetzelfde. Oké, dan wil ik nog Elias, Jordi en Bryce bedanken. En u ook, beste kijker en luisteraar. Tot de volgende keer. Ciao. Joe.